Hoi, ik ben Robin en welkom alweer bij de laatste aflevering van Robbers Mol Talk van dit seizoen van Wie is de Mol? Ja, de Mol. Het is toch Rob. Wist ik dit? Ja, dit wist ik ook zeker. Ja, had ik naar mijn gevoel moeten luisteren? Nee, absoluut niet. Maar hey, ik heb meegedaan. Ik heb een hele toffe ervaring heb ik opgedaan dit seizoen. En wat ik ook met jullie heb mogen delen. En ja, ik vind het ook wel prima zo. En natuurlijk kijk ik ook uit naar het seizoen welke na de zomer gaat komen. Maar goed, voordat het zover is, is het tijd voor de nabespreking. En ja, waar zal ik gaan beginnen? Want ik had echt zoveel gedachten, zoveel dingen. En nou ja, weet je, laten we gewoon lekker beginnen met de bekendmaking van de Mol. En vanwege de omstandigheden was natuurlijk de bekendmaking van de Mol anders dan normaal. Klein beetje persoonlijke background informatie over deze plek. Ik heb een aantal jaren daar bijna elke dag gelopen. Omdat ik eigenlijk naast het Vondelpark werkte. Maar ik had eigenlijk tot op heden had ik niet de binnenkant van de kerk gezien. Maar ja, nu dus wel. De verliezend finalist nummer 1 is Miljuska. En dit was voor mij ook niet geheel onverwacht. Ja, dan krijgt Buddy zijn scherm te zien. En hij had gewoon 39 van de 40 vragen goed van wie de mol was. En hij was natuurlijk ook daarmee de winnend finalist. En eigenlijk het moment dat Buddy zijn groene scherm te zien krijgt, wist ik ook eigenlijk wel van, ja, Nathan is een verliezend finalist. Helaas, maar we doen er niks mee. Want toen hij zijn scherm te zien kreeg, was dit eigenlijk mijn reactie. Nathan. Was te verwachten. En dat moment had ik ook best wel veel gezonde spanning. En op dat moment was het voor mij ook gewoon duidelijk dat Rob de Mol zou zijn. Ja, mijn punten kon ik al niet meer veranderen. En ik heb ook zoiets over helemaal prima. Ja, eigenlijk ondanks alles wist ik dat ik niet naar mijn gevoel moest luisteren. Maar gewoon naar de feiten moest kijken. En als we het dan toch over de feiten hebben, dan gaan we gelijk door met een aantal molacties. Te beginnen eigenlijk met de eerste echte opdracht van dit seizoen op de markt in China. Ik ga lekker hekken. This one. Ik moet wel zeggen dat het wel een goede actie was voorop door de foto van de €250 te verwijderen. In ieder geval één deel ervan. En het grappige is dat ik ook wel dat eigenlijk had gezien dat die foto weg was. En dat werd ook gezegd door iemand dat er ook die €250 daar op dat scherm stond. Dus ik wist het wel, maar ik heb er uiteindelijk niks meer mee gedaan. Ik vind het in ieder geval goed gedaan, deze actie. Dan het moment in de vrachtwagen. En daar zei ik in de eerste aflevering van Robbers Mol Talk dat Rob warrig was dat hij het moeilijke voorkomt door het makkelijke te doen. En dat is natuurlijk de bedoeling. Maar dat moet niet opvallen. Dus ik ga enorm mijn best doen. Toch, Leonie? Nu missen we alleen die, klopt het? Ja. Ja, nou, we gaan iets maken waar ik op kan zitten. Kan ik met die andere voet daarbij? Let's go. Kom, we gaan een stoel maken. Klonk allemaal heel logisch. Timmeren, dat gingen we. Nou, het blijkt ook wel zeker dat het ook echt wel het geval was. In aflevering 3 is eigenlijk Rob heel goed weggekomen omdat Nathan voorbij de goede poten was gelopen. En Rob daarom dus ook het mingeld pakken. Klees en Mail beginnen over een foto van rolletjes. En waarvan ik weet dat het een foto is van de andere kant. Dus ik moet ervoor zorgen, sneller dan dat zij het doen, dat ik het zie. Ringetjes. Die rondjes. Deze uitgerold. Zoals deze. Wij hebben die met die vier rollen. Die kun je van het lijst afstrepen. Oké, Jijke, Leonie, de rollen is ook van de lijst af. En dat is €500. Niet in de pot. En ook daar had hij het zwaar, omdat Klees heel goed in omschrijven was. En hij heeft dus ook geld uit de envelop gehaald om minder geld in de pot te krijgen. Dit was ook wel een hele gedurfde actie, want eigenlijk deed hij dit ook gewoon onder het zicht van de kandidaten. Dus dat is netjes daarvoor. En dan aflevering 4, de opdracht porseleinen kamer. Ik zat echt te kijken en toen ik dat stukje video zag wat zijn molactie was mijn gedachte ook echt van nee.
toch wel dat hij dat deed als dekmantel. Ja, ik kan er niks van maken. Ja, het is gewoon goed gedaan. Jack. Ik heb geen schade. Hoeveel heb jij er? 3. Dat is zonde. 1. En dan vervolgens in de opdracht verkeert natuurlijk het moment dat Rob de route voor Buddy heeft omgedraaid. Rob, Buddy hier. Wat was de route ook alweer? Verder wissel ik voor Buddy nog even 2 wegen om. Jij moet via de Hongkong-Filipijnen als eerste. Hongkong-Filipijnen. En dit was ook wel een moment dat ook bij andere YouTubers zichtbaar was. Waarvan ik echt zoiets had van, ja, dit kan ook gewoon geen molactie zijn, want het is zo overduidelijk in beeld gebracht. En het blijkt er toch wel eentje zijn, dus dan nemen we een pet ook netjes eraf. En als laatste natuurlijk 2 fragmenten uit aflevering 6, waarvan ik had van, ja, hadden de mensen die hebben gereageerd onder mijn video's toch gelijk gehad. Natuurlijk het meetje extra, want dat zagen we niet in beeld. Dat had ook wel Buddy kunnen zijn, omdat de plek iets anders was. Ja, en natuurlijk deze actie met mijn reactie erbij. Het ja, raampje hangt Mollem en aan de deur hangt Heinz. Ik wist dat ik het wist. Oh, heb je toch omgedraaid? Ze hebben gewoon Heinz omgedraaid. Ja, ik vond het ook een hele goede eentje waar je trots op mag zijn. Wat mij betreft ook wel de mooiste actie hier van het seizoen. En dit waren ook zover de molactie waarvan ik had van, ja, dit wilde ik nog een keer laten zien. En dan de afsluiting van deze aflevering. Ja, eigenlijk ondanks alles, en dan doe ik vooral op de lastig te volgen opdrachten, vond ik dit toch wel een heel leuk seizoen. Je leert een klein beetje de Chinese cultuur kennen en de gewoontes en dat soort dingen. En dat vond ik toch wel heel leuk om te zien. Groepsdynamiek die er was, ik vond het echt leuk om te zien. En met alle karakters en alle hoe alle mensen zijn, kwam het echt gewoon perfect samen. Maar het was ook wel lastig om een goede serie te maken, en zeker in China. Want het is natuurlijk een streng land en de warmte speelde natuurlijk een rol. En de opdrachten die daardoor ook on the fly veranderd moesten worden. Daarom ook echt petje af voor de mensen die aan dit programma hebben gewerkt. Ja, en wat ik ook al in mijn laatste video heb gezegd, is dat ik iedereen wil bedanken die mijn video's heeft gekeken. Die hebben gereageerd op mijn video's en natuurlijk die geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dit heeft voor mij dit seizoen heel veel betekend en het heeft voor mij ook heel veel dingen doen veranderen. En als kers op de taart, en dat werd ook tijdens de liveshow werd even snel gezegd, komt er na de zomer, komt er nog een extra seizoen van Wie is de Mol. En uiteraard zal ik daar ook gewoon weer bij zijn. Ja, en tot die tijd zou ik ook zeggen van geniet van mijn andere video's die online gekomen. Ja, en wie weet, als je dit wil zien, wil ik eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde gaan doen voor de Mol, de serie die momenteel loopt in België. Ja, laat me weten in de reacties of je daar ook mijn video's wel wil zien, want dan maar dan moet ik helaas wel met terugwerkende kracht aan de video's gaan kijken en dat soort dingen, maar dat zal ik toch wel met alle plezier doen. In ieder geval tot die tijd bedankt voor het kijken en vergeet niet te liken en te abonneren op dit kanaal. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten om een bericht te krijgen wanneer er nieuwe video's online komen. En dan is het enige wat nu nog overblijft is te zeggen later.